Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en Gazprom. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Tweede zone, weggehaald Lindelöf en Lodi kan oppikken. Kondogbia is vrij, Lodi gaat buitenom en dan kiest hij voor de center. Dat is een hele goeie en de bal gaat erin. Ja, schitterende goal. João Félix met een fantastische kopbal en vooral de assist van Renan Lodi. Wat een start van Atletico Madrid. Ze presten United weg in die openingsminuten. En de derde kans is meteen de goeie. En het is de 22-jarige Portugees die zijn vierde maakt in deze Champions League. En een fantastisch doelpunt, Gert. Zeer mooi om te beginnen met die voorzet al. Wat een bal van op de flank. En schitterend ingelopen qua timing ook. En dan nog een stevige kopsluit er tegen. Via de paal en binnen. Een panna tot bij Kondogbia. En dan diepgang hier naar Lodi. Lodi haalt hem goed uit de lucht. Félix is voor de goal. Correa ook, maar hij probeert het zelf. Verrassend. Ja, proberen waard, maar mag niet binnen natuurlijk vandaar. Maar er was ook niet onmiddellijk iemand voor de goal. Ze moesten er nog aankomen. Pogba, dat is een goede baltoets. Ronaldo die gaat schieten, denk ik. Ronaldo, ja. Waarom niet? Een doelpoging van United. Herrera geeft mee met Lodi. Dan is het uitkijken. Lodi weer zo'n voorzet en tegen de lat. Oh, la 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 la. Dat was bijna de tweede voor Atleti. Was het Verzalco? Gert? Ja, Verzalco mee van op die rechterkant. Helemaal aan die tweede paal geraakt. De corner met Herrera. De man die de gele kaart pakte vlak voor de rust. Afgeweerde hoekschop. En dan is daar Llorente. Ja, het was niet zo makkelijk. Hij had ook niet zoveel tijd. Even nee. Laten botsen en dan uithalen. De bal gaat naast. Dat is dan een van de vele corners vanavond. Niet goed weggewerkt. Kondogbia. Ah, bal bleef hoogte nemen. En zeilt op die manier naast en over. Er staat ook een Man United muurtje voor. Hier komt Ronaldo. Nee, nee, nee. Hoongelach is zijn deel. Bruno Fernandes. Diepgang bij Elanga. Dat is een goede pas. Hier is United. En hij gaat erin. Het is gelijk. Het is Elanga, de invaller. De jonge kerel uit Zweden die doet het hier op een zeldzame tegenprik voor Manchester United. Hij scoorde ook al tegen Leeds afgelopen weekend. En wat is Ranjik opgelucht? Wat zijn deze United-fans opgelucht? Want ze hebben de hele wedstrijd lang niks gepresteerd. Eerste bal tussen de palen. 10 minuten voor tijd. Elanga maakt gelijk. Het is 1-1. Het is niet zo simpel hier. De bal van op die linkerkant. Bruno Fernandes brengt hem, geeft hem mee op het juiste moment. En dan is tackelen een alles of niets actie van Reinildo. En hij zit ernaast, heeft de bal niet. Elanga alleen weg. Ernaast blijven lopen of nog wat meelopen. Altijd een betere optie. Als je tackelt moet je eigenlijk zeker zijn dat je hem hebt. Wilde onderscheppen. En Elanga met zijn rechter knap gekruist. Da
daar is hij. Maar dat is wel erg ver. Llorente toch tot bij Griezmann. Oh, op de lat. Antoine Griezmann, een klasseflits van de Fransman. Hij had maar een fractie van een seconde de tijd. Maar toch plaatste hij de bal mooi richting verste hoek. En de dwarsligger houdt hem van een doelpunt. Het is de tweede keer vanavond. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en Gazprom. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.